We zijn vandaag in hangar 14. In hangar 14 vindt het onderhoud plaats van de grotere widebody vliegtuigen. Dat heet een C-check. Een C-check is een wat grotere onderhoudsbeurt voor een vliegtuig. Er wordt een uitgebreide inspectie gelopen en tijdens de inspectie komen ze een aantal dingen tegen. Er kunnen schades zijn, die zichtbaar zijn, maar misschien ook wel schades die onzichtbaar zijn. En als dat gerepareerd moet worden, gaat het van het vliegtuig af, komt het hier in de shop bij Airframe Components en dan gaan we het repareren. Er komt bijvoorbeeld een inlet galbin, dat is waar de motor erin zit, zeg maar. En die komt binnen met een klacht en die wordt binnengemeld. En dan gaan wij werk bepalen wat er allemaal moet gebeuren. En dan gaan we aan de slag. Onze shop bestaat uit drie kleine afdelingen. Dus de composietafdeling, de plaatwerkafdeling en de schilders. En uiteindelijk ons doel is om alle panelen, radomes, componenten die stuk gaan, flight controls, dus dat zijn de bewegende delen van het vliegtuig, om die te repareren. Als er hier een onderdeel binnenkomt met schade, dan controleert eerst de KD'er de schade. Die zoekt uit wat er moet gebeuren, die brengt hem naar binnen. Met manual en al, die lezen wij door. En aan de hand daarvan maken wij een plan hoe we hem gaan repareren. De reparaties die hier gedaan worden, zijn reparaties aan composietdelen. De meest voor hand liggende en de meest zichtbare is de neus van een vliegtuig. Dat heet een radome. Die kan natuurlijk de steenslag krijgen, een bird strike, dus dat er een vogel tegenaan vliegt. Hoewel het ontzettend sterk is met de snelheid die een vliegtuig dan ook maakt, dan is een radome ook niet bestand tegen een vogel. Dus er zit er een deuk in en dan komt hij deze shop in en dan gaan wij hem repareren. Het soort schades dat wij hier vaak tegenkomen, of over het algemeen tegenkomen, zijn gaten. Maar ook bijvoorbeeld een scheur ergens in of dat iets over elkaar of tegen elkaar aan hebt liggen klapperen tijdens de vlucht. Maar ook veel menselijke schades. Dus heeft iemand bijvoorbeeld of met een heftruck zijn ze iets aan het optillen en dan gaan ze door een paneel heen of een flap op het centrum met die cateringkarren of een trap dat die ergens tegenaan rijden gebeurt ook nog wel eens. Het is belangrijk dat het hier in de shop gebeurt omdat we hier alle middelen hebben, dus het gereedschap en alle materialen die je nodig hebt om zo'n schade te repareren. En de omstandigheden waaronder we het kunnen repareren, dus de luchtvochtigheid, de temperatuur. En ook het aantal stofdeeltjes wat in een ruimte aanwezig is, bepaalt of de reparatie goed gaat of niet. En dat is hoofdzakelijk voor het lijmen van materialen. Kijk, wat het werk voor mij zo bijzonder maakt is dat ten eerste je werkt aan een vliegtuig. En ten tweede, het is elke dag wat anders. Dus het is niet dat je elke dag hetzelfde of elke week hetzelfde moet doen. Dus allemaal verschillende componenten komen binnen en met verschillende schades of onderhoudsbeurten. Dus het is elke dag wat anders. Ik rij elke dag 100 heen en 100 terug. Dus ik sta heel wat lang in de file en om op mijn werk te komen. Dus ik vind best wel eigenlijk van alles gewoon leuk. Wat het werk hier zo bijzonder maakt, is dat het ontzettend specialistisch is. Je ziet natuurlijk wel dat iets gerepareerd is, maar als je ogen dicht doet en je handen eroverheen wrijft, dan voel je helemaal niets. En dat is iets waar we ontzettend trots op zijn.